Nederland is in de ban van het coronavirus. Het leven van velen zal nooit meer hetzelfde zijn. De vrijwilligers van de Vakbond voor Machinisten en Conducteurs, de VVMC in Den Haag, is dankbaar voor hen die, net als onze leden, dagelijks voor Nederland zorgen. Was het een bewogen jaar, jongens. Welkom bij deze speciale uitzending van VVMC in actie. Den Haag bedankt je graag. We gaan vandaag alle mensen proberen te bedanken die de afgelopen dagen, weken en maanden tijdens dit jaar voor ons gezorgd hebben. Maar we staan hier voor het verpleeghuis. We gaan ook op bezoek bij de mensen die het afgelopen jaar misschien wel vergeten zijn. Waar we niet mochten komen, die niet bezocht mochten worden. Ook zij krijgen vandaag een doos merci. Welkom. Daarom doneren ze hun kerstcadeau aan hen die ook dagelijks klaarstaan voor anderen. Vaak in moeilijke omstandigheden. In deze speciale VVMC in actie gaat Ernest van Loon namens de afdeling Den Haag op pad om mensen te bedanken. Je kijkt naar VVMC Den Haag bedankt je graag. Maar het waren het afgelopen jaar niet alleen de supermarktmedewerkers en de mensen in de zorg die hard gewerkt hebben. Ook de mensen van PostNL die de pakketjes en de brieven rondbrachten. En al die stapels kerstkaarten op tijd bij de mensen moesten brengen, waren degenen die keihard gewerkt hebben dit jaar. Hier bij het PostNL-punt kunnen we ze misschien nog een doosje merci geven. Vinden ze leuk. Dag mannen, goedemiddag. Op 1,5 meter, kijk eens voorbij de koffie. Alsjeblieft, bedankt voor jullie harde werk in het afgelopen jaar. VVMC Den Haag bedankt je graag. We hebben de afgelopen maanden natuurlijk al die beelden gezien van overvolle ziekenhuizen, van mensen op de intensive cares en de druk op de reguliere zorg. Maar de huisartsen en de apotheken hebben de afgelopen maanden ook hard gewerkt om alle patiënten de benodigde zorg te geven. In moeilijke omstandigheden, vaak met mondkapjes en te kort aan beschermingsmiddelen. Mooi moment om ook de huisartsen en de apotheken een doosje merci te geven namens de Vakbond voor Machinisten en Conducteurs. Want we zijn ook dankbaar dat zij er nog steeds elke dag voor Nederland zijn om Nederland gezond en vitaal te houden. VVMC Den Haag bedankt je graag. Maar natuurlijk ook de ziekenhuizen en de spoedafdelingen zoals hier achter me, die het afgelopen jaar keihard voor de mensen hebben gezorgd en ervoor gezorgd hebben dat vele mensen toch uiteindelijk weer gezond 2021 in kunnen. Het zal de VVMC dus dan ook niet gebeuren dat we daar niet even een paar dozen merci gaan brengen bij al die helden van de spoedeisende hulp en van de ambulance dienst die elke dag 24 uur per dag, 7 dagen per week voor iedereen klaarstaan. VVMC Den Haag bedankt je graag. Maar er reden nog steeds auto's op de weg en al die auto's moesten ook gewoon nog tanken. Dus het waren de tankstationmedewerkers die er de afgelopen maanden voor gezorgd hebben. Onder andere dat Nederland mobiel bleef. Dag meneer, goedemiddag. Namens de Vakbond van Machinisten en Conducteurs, dankjewel voor je inzet het afgelopen jaar. Helemaal top, ga zo door, maak er een mooie jaarwisseling van. VVMC Den Haag bedankt je graag. En dit was hem alweer voor vandaag. VVMC Den Haag bedankt je graag. De VVMC in actie rechtstreeks vanuit Den Haag. We wensen jullie allemaal een heel mooi 2021. Stay safe en be strong. Namens de VVMC Den Haag bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Het is oudejaarsavond. Het is tijd voor oliebollen. De merci is op. Ik heb nog één zakje voor ze bewaard. Ik wens jullie allemaal een fantastisch mooi 2021. Lieve mensen, kijk eens. Namens de Vakbond voor Machinisten en Conducteurs, voorbij de koffie straks. Alsjeblieft. En een fijne avond en tot ziens. Dag. Nou, dat was hem alweer, jongens. Namens de VVMC Den Haag bedankt voor het kijken naar deze VVMC in actie. Stay safe and be strong. Wees lief voor elkaar. We doen dit samen. Alleen samen maken we van 2021 een mooi jaar.